Is Valentijnsdag het liefdeshoogtepunt van het jaar. En het mag ook absoluut niet overgeslagen worden. Bloempjes, kaarsjes, chocola, zwijmel, squel, bah! Valentijnsdag is kut! Oh, nou, dit zijn de 5 grootste irritaties. Aan Valentijnsdag. Nummer 5, Cupido. De grootste aanstichter van deze verschrikkelijke roldag is Amor, a.k.a. Eros. Maar jij kunt hem ook wel kennen als Cupido. Ja, dat is dat iets te mollige ventje met die veel te kleine vleugeltjes voor dat dikke lichaam van hem. En die staat de hele dag pijlen op mensen af te schieten. Bah! Smerig, dat is het. L-O-V-E. 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 Nummer 4. De Loner. Op deze zogeheten aardkloot zullen er altijd mensen alleen overblijven tijdens Valentijnsdag. Ja, en deze mensen, eigenlijk zijn het altijd vrouwen, die willen dat maar al te graag laten weten op social media. Hashtag huilie in een hoekje. Hashtag forever alone. Niemand wil met mijn vader zijn vrienden. Ik wil niet meer leven. Mama. Bitches. In deze wereld hebben we chicks en bitches. En we willen het nu even hebben over de bitches. Want deze wil ook weer aanbieden met Valentijnsdag. Ja, maar ook alleen met Valentijnsdag. Want aan het einde van de dag kan je erop bokken. Is je hart gebroken. Is je portemonnee gestolen. En je bent je huis kwijt. Ja, klinkt overdreven. Maar dan komt het potverdorie wel op neer. Ja, kutwijf. Nummer 2. Cleffy en Beffy. Het stelletje dat het allemaal net iets te serieus neemt en het hele Valentijnsdag XXL dubbelpakket neemt. Inclusief rozenblaadjes, hele dure cadeaus, veel te dure cadeaus trouwens. Hotelovernachtingen, serenades. Wow. En natuurlijk films. Ja, Valentijnsfilms. Valentijnsfilms, want dankzij Cleffy en Beffy kunnen wij, de doodnormale burgers, niet meer normaal tv kijken. Nee. Dat is toch niet normaal, hè? Commerciële hond. Er gaat geen Valentijnsdag voorbij zonder bloedirritante berichten over deze verschrikkelijke dag. Ja, en wat mannen zich al jaren afvragen, waarom moet er speciaal een dag zijn om van je eigen vriendin te houden? En welke idioot heeft dit bedacht? Ja, deze dag. Was jij het? Nee, ik niet. Nee, dacht ik al. De kerstman? Oh, niet. Nee. Sinterklaas? Nee. Nou, dat zie je blijft nu. Er nog maar één iemand over. Valentijn! Valentijnsdag! Oh, chocola! Chocola! Valentijnsdag! Oh, chocola! Chocola! Geld! Geld! Ondanks irritaties willen we je toch een hele fijne Valentijnsdag wensen. Ja, en by the way, je kan ook stemmen voor de Feed Award, want wij willen jouw stem. Kijk even in de videobeschrijving, want daar staat het linkje. Ja, en wil je nou een andere 5 irritaties zien? Dat was de 5 irritaties aan toeristen. Check dan even de video hier.
En klik voor de video daar voor Jesper. Waar vind je mijn kanaal? 10! 10! Beetje hetzelfde idee, maar dan 10. Alleen dan 10. Maar dan kan het niet. Hey, wie ga jij eigenlijk neuken met vader?